President Chandrika Prasad Santokhi ontving op 2 augustus het directieteam van Staatsolie om de aanstaande Final Investment Decision, FID, met Total Energies te bespreken. De FID, gepland voor het laatste kwartaal van 2024, betreft olie- en gasexploratie voor de kust van Suriname, waarbij Staatsolie voor 20% participeert. Tijdens de meeting werd gesproken over de strategische koers, uitdagingen en financiële positie van Staatsolie. CEO Anand Jagisser deelde mee dat alles op schema ligt voor de FID-ondertekening en dat de eerste productie eind 2027 tot begin 2028 wordt verwacht. De Stichting Nationale Bloedbank overhandigde op 2 augustus 2024 het jaarverslag 2023 van het Surinaamse Rode Kruis aan president Chandrika Prasad Santokhi en First Lady Melissa Santokhi Sinacheri, ook beschermvrouw van de organisatie. Het verslag belichtte de prestaties en uitdagingen van het SRK, waaronder een aanzienlijke toename van EHBO-assistentiediensten van 24 in 2022 naar 54 in 2023 en 486 nieuwe bloeddonoren. De bloedbank benadrukt de noodzaak van samenwerking om de bloedvoorziening te optimaliseren en veilige bloedtoegang te garanderen. Het directoraat ondernemerschap van het ministerie van EZ heeft de training basisvaardigheden ondernemerschap hervat om ondernemerschap te stimuleren en de economie van Suriname te bevorderen. Op 1 en 2 augustus volgden ondernemers uit Kommerwijnen de training in het Bastion, waar ze certificaten ontvingen. De sessies omvatten onderwerpen zoals businessplannen, financiële administratie en kostprijscalculatie.